Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 26 augustus. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Misschien hoor je het al aan me. Ik ben een beetje down. Dat heeft een reden. De komende dagen kan het zijn dat ik een beetje down zal zijn. Ik wil je daar kort iets over vertellen. Omdat daar natuurlijk een reden achter zit. En die reden is dat het niet zo heel erg goed gaat met mijn oma. Als je mijn vlogs langer volgt, dan weet je dat mijn oma eind vorig jaar op 30 december is gevallen en haar heup heeft gebroken. Ze is toen op 1 januari is geopereerd. Daarna volgde een revalidatietraject. Ik geloof dat ze ongeveer begin maart weer is thuisgekomen, als ik het goed heb. Ze is in ieder geval net voordat corona uitbrak, is zij weer thuisgekomen. We hebben toen ook eigenlijk is er gewoon besloten om te zeggen, we gaan het gewoon thuis weer proberen. We hebben het vaker meegemaakt dat het met mijn oma even niet goed ging. En toen ze eenmaal thuis was, dat ze eigenlijk weer gewoon de oude zelf werd. En dat ze eigenlijk gewoon de meeste dingen weer kon doen. Nu is het eigenlijk al sinds het moment dat zij thuis komt. Voorheen kon zij zelf haar eten klaarmaken, warm maken. Mijn moeder die kookt in het forum. Als mijn moeder kookt, dan kookt ze wat meer, zodat ze bakjes kan maken voor mijn oma. Mijn moeder gaat er ook 2 keer per week echt mijn oma koken. Zodat ze gezellig samen kunnen eten. En in eerste instantie hoopte ze natuurlijk dat dat tijdelijk zou zijn. Maar eigenlijk, als je ziet vanaf maart, het is nu augustus. Dus maart, april, mei, juni, juli, augustus. Ze zijn 5 maanden verder. En er is eigenlijk niet heel veel verbetering. De laatste tijd kregen we wel wat positieve appjes van mijn moeder. Dat ze bijvoorbeeld zei, oh, ze heeft weer zelf koffie gezet. Of ze deed de deur weer een keertje zelf open. Want dat was iets wat mijn oma altijd deed. Als je 's middags op bezoek kwam of de koffie stond klaar. Of ze kwam in ieder geval altijd naar de deur. En ja, dat kon haar wel niet meer. Maar dat ging de laatste tijd weer wat beter. En dat stemde ons eigenlijk allemaal weer wat positiever. Het lopen ging, ze had ook revalidatie, of de therapie zeg maar, fysiotherapie. Het ging allemaal, het ging in kleine stapjes, maar het ging stapje voor stapje iets beter. Eigenlijk gaat het sinds vorige week gaat het minder goed. Er is vorige week weer een blaasontsteking bij haar geconstateerd. En dat is dan gebeurd op het feit dat de verpleging haar wat warrig vond. Waardoor ze dachten, hey, er kan wel eens een blaasontsteking zitten. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat het urine bij de dokter kwam. En inderdaad, er zat weer een fikse blaasontsteking. En mijn oma die klaagde toen op maandag toch een beetje van, ik heb weer heel erg last van mijn been en ik durf niet te lopen. Dus mijn moeder heeft ook echt een paar keer gevraagd van, wanneer is dat gebeurd? Ben je toevallig niet weer gevallen? En heb je niet gezegd, nee, ze was niet gevallen. Maar het bleek dus op zondag al een beetje begonnen te zijn. Maar ja, als ze niet kan lopen, kan ze ook niet naar het toilet. Dus dat was een beetje een dingetje. Uiteindelijk heeft de zorg haar daarmee geholpen. Mijn moeder is daar toen gebleven tot de zorg kwam. En nou ja, toen kon ze op een gegeven moment weer naar bed toe. En ik geloof dat ze toen dinsdag is gevallen weer. Maar er was gelukkig niks aan de hand. Er was geen letsel. Het is wel heel vervelend. Maar goed. Dat was best wel een beetje, gewoon naar. Toen hebben ze eigenlijk van de verpleging gezegd, u blijft op bed vandaag. En we zijn nu op woensdag en ze ligt nog steeds op bed. Ze heeft zaterdag, ik ben ondertussen ook even aan het appen in de groepsapp. Dus mocht je me naar het scherm zien staren, doe ik dat. Maar oké, ze heeft zaterdag heeft ze wel even in de stoel gezeten, maar eigenlijk zondag is ze gewoon weer op bed gaan liggen. En ja, toen hebben ze op een gegeven moment toch gezegd, we moeten toch gaan kijken of er stappen ondernomen moeten worden. Want dit gaat zo niet. Ze kan niet op bed blijven liggen. Want je krijgt er trombosevenen van. Als je op je 88ste de
alleen nog maar op bed kan liggen, dat is niet een kwaliteit van leven die je wilt. Mijn oma was altijd heel dol op televisie kijken. Ze vindt het spelletje altijd super leuk wat om 8 uur komt in plaats van Goede Tijden. Dat heeft ze nu al 1,5 week niet meer gezien. Ze ziet gewoon niks meer. En nu zijn ze dus toch aan het kijken of er stappen ondernomen kunnen worden om eventueel naar een tehuis te gaan. Ik heb net een heel lang vertrek met Nathalie gevoerd. Wij noemen het een eventueel nieuw huisje. Wij vinden beide tehuizen niet zo'n fijn woord. Dus we hebben ervoor gekozen om het beestje die naam te geven. En die stappen die gaan ze nu zetten. En het kan dus nu heel snel gaan. Maar de kans is wel groot dat ze eerst in een crisisopvang terechtkomt. En dat is vaak maar tijdelijk, voor 2 weken. En dan kan het dus ook weer zijn dat ze weer terug naar huis gestuurd wordt. Omdat er een hele lange wachtlijst is omtrent een nieuwe woning. Vandaar dat ik iets minder vrolijk ben, omdat het nu allemaal heel hard gaat. Het is allemaal echt een verwerkingsproces. We moeten er positief in blijven. Mijn oma vindt het zelf helemaal niet erg, zou ze erheen moeten. Dus dat is wel een pluspunt. Maar ja, het is allemaal wel triest dat het dan ineens zo hard gaat. Dus daarom dat ik wat minder blij ben. Ik heb gisteravond gekeken naar dat nieuwe programma met die tatoeages. En ik vond het echt heel mooi. Er zit ook echt wel een goed verhaal achter waarom mensen ze weg willen laten halen. Ze hadden op een gegeven moment, er was een man, die had zijn hele gezicht vol getatoeëerd. En die hebben ze op een gegeven moment zo met make-up opgemaakt dat hij eruit zag zonder tatoeages. Zo'n verschil, echt waar. En het duurde echt nog wel 1 jaar of 3 voordat hij echt helemaal van zijn tatoeages af zou zijn. Want er moet zoveel maanden tussen zitten met laseren. Maar wat een verschil. En hij werd nu gewoon niet aangenomen vanwege de tatoeages op zijn gezicht. Ja, dat kun je eigenlijk een werknemer ook niet kwalijk nemen. Dat ze dan zeggen, ja, maar ja, dat vind ik eigenlijk niet zo prettig. Dat was een mooi programma. Ik heb het quizje gekeken. Toen heb ik de vlog afgemaakt. Het was een heel gedoe, want het editen lukte niet. Het was allemaal drama. Of het edit lukte wel, maar het opslaan wilde niet. Het was allemaal heel vervelend. Dat is nu gelukt. Ik heb weer Phoenix gekeken en ik heb gekeken naar Rex. Ik heb mijn artikel geschreven en nu moet ik vanavond nog verder met de foto's. Want dat heb ik niet meer gered voor het artikel voor vanavond. Maar goed, ik ga nu even wat drinken en dan ga ik hier schoonmaken. Daar zal ik jullie bij zetten. Gaan we maar eens even de woonkamer weer lekker doen. Ik heb een vestje aan, ik heb het gewoon echt koud. En mijn Lidl shirt, want het was het eerste shirt wat ik zag liggen. En ik had geen zin om helemaal te zoeken, dus ik vond het wel dikke prima. Dus ik ga eventjes wat doen. En dan kan ik daarna nog even bullet journalen en de gedachten een beetje verzetten, hopelijk. Zo, huisje is weer lekker schoon. Weer is mijn nagel beschadigd, maar ik ben er nou klaar mee. Ik ga er niet meer bij werken. Het gebeurt elke keer. Ik vind het nu wel mooi geweest. Ik heb wel nog sokken. Daar hou ik niet van. Die gaan in de was. Mijn wasje die draait nog. Ik heb toch nog even lekker wat kunnen verven, maar ik ben niet helemaal tevreden. Maar ik merk ook dat mijn gedachte er niet helemaal bij is. Dus dat is ook wel even een verschilletje.
Straks even lekker eten. Vanavond kijk ik een nieuw seizoen van Steenrijkstraat Arm. En je hebt ook een nieuw seizoen van Paleis voor een Prikkie. Ik ben heel benieuwd, want het is nu met nieuwe mensen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die het gaan doen. Dan ga ik het quizje om 9:30 even opnemen. Die kijk ik dan later nog even terug. Voor de rest moet ik nog even de foto's bewerken voor mijn artikel die ook online moet komen. Ik moet de vlog even inplannen en even nog een thumbnail maken. Dus voor de rest wordt het niet een hele spannende avond. Ik heb net mijn hand gestoten, want het ging even niet helemaal lekker met de camera. Maar verder gaat het prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga nog even lekker relaxen. Straks even eten en dan verder eigenlijk wel een rustig avondje met een beetje voor de televisie. Ik had maandag nog Verliefd op Cuba opgenomen, maar wat ik begreep is het een serie. Ik weet niet of het een volledige film is, want ik kreeg een tip van een van jullie. Maar die ga ik misschien vrijdagavond wel even kijken, want er is volgens mij ook niet zo heel veel op televisie. Maar dat ga ik wel even zien. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen en ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 27 augustus. Ik ben klaargemaakt. Vandaag niet veel om te vloggen. Ik moet straks boodschappen doen. En ik heb straks therapie. Mijn coach is dan om 3:00. Moeten we even wat dingetjes regelen. En dan is het therapie. En dan daarna boodschappen doen. En dan is eigenlijk de middag weer om. Nieuws omtrent mijn oma. Goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de blaasontsteking wel weg is. Het slechte nieuws daarentegen betekent het wel dat haar lichaam gewoon echt wel daadwerkelijk op is om thuis te wonen. Dus ze zijn nu bezig met te kijken voor een crisisopvang. Want er is geen plek in een tehuis of in een nieuw huisje zoals Nathalie en ik het noemen. En dat is allemaal heel erg lastig. Voor mijn moeder is het eigenlijk wel van belang dat het dichtbij is. Want mijn moeder die heeft geen auto en die is afhankelijk van het openbaar vervoer. Dus ze zijn nu aan het kijken of het... Het is niet zo heel ver. Het is wel een andere plaats, maar het is niet zo heel ver met het openbaar vervoer. Ik denk een kwartiertje, 20 minuutjes zo ongeveer. Dat is op zich nog wel prima te doen. Maar het is allemaal wel dubbel. En met tehuizen weet je ook gewoon, er is een wachtlijst. Mijn oma staat op die wachtlijst en het is heel gemeen gezegd. Neem het alsjeblieft niet te letterlijk, maar het is wel de waarheid die heel hard is. Zou jij opeens staan voor een tehuis, is het gewoon eigenlijk wachten tot iemand in zo'n tehuis overlijdt. Zodat die kamer vrijkomt. En dat klinkt super hard en super cru, zou ik bijna zeggen. Maar het is wel een beetje de werkelijkheid. En dat is natuurlijk wel heel erg hard hoe het in zijn werk gaat. Ze zijn dus nu aan het kijken voor een crisisopvang. Maar een crisisopvang is maar voor 2 weken in feite. En dan kan het zijn dat ze daarna weer terug naar huis moet. Of dat is echt kijken. De dokter is vanochtend bij haar geweest. En die heeft dus weer gekeken of er dus blaasontsteking was. Die er dus niet was. En daaruit kwam de conclusie van. Ja. Het niet meer kunnen lopen of durven lopen. Komt dus niet van de blaasontsteking vandaan. Maar lichamelijk gaat ze gewoon wel achteruit. Ja, dat is ook niet zo gek. Haar spierkracht neemt af. Want ze ligt alleen in bed. Zoals ik gisteren al vertelde. Die heeft zoveel kans op andere dingen. Trombose benen. En ja, het is allemaal gewoon even heel kloten. Ik wil eigenlijk wat anders zeggen. Ik wil het netjes houden. Maar zo is het wel. Dus het is voor iedereen nu een beetje spannende tijden. En ook eigenlijk best wel verdrietig. We hebben het er eigenlijk allemaal best wel lastig mee. Al weten we dat dit het beste zal zijn voor oma. Je wil ook het beste voor oma. Maar ja, het is allemaal wel even... Gadver, het is... Nee, ik had dit allemaal even niet zo snel zien aankomen. Ik heb ook een beetje hoofdpijn. Ik heb het idee dat er een beetje migraine zit. Ik was net ook een beetje misselijk. Dus ik ga zo even een aspirintje nemen. Ik heb slecht geslapen. Ik heb nachtmerries gehad. Daar kan het van komen. En ook een beetje van sporten. Want ik heb nu best wel zware sportoefeningen. Maar die wil ik doorzetten. Want ik hoef nu nog 2 dagen. Dan is deze week voor de sportoefeningen voorbij. En dan heb ik zondag weer wat makkelijkere oefeningen. Dus ik wil het gewoon afmaken. Maar het is allemaal even... Meh.
Gisteravond televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Vond ik een hele mooie uitzending. Ging over een alleenstaande moeder met 4 dochters. Die volgens mij in Groningen woonde. Die ging naar Amsterdam toe met ruilen. Haar man was helaas overleden. Dus ze stond er in één klap alleen voor. Wat heel hard was. En ze konden naar de kapper. Ze konden shoppen. Ze konden varen op de grachten. Ze konden echt zoveel leuke dingen doen. Dus dat was echt heel erg mooi om te zien. Paleis voor een prikkie viel mij een beetje tegen. Je bent het altijd gewend met Frank en Rogier. En dat is gewoon zo'n leuk koppel. Het is een leuk duo. Ze doen het superleuk. En er zijn nu 2 andere mensen gekomen. Brian en Peer. Hij heet eigenlijk Peter, maar hij noemt zich Peer. Waarom? Joost mag het weten. Ik vond ze een beetje over de top. Ik vond ze een beetje gemaakt. Ik vond ook dat er een beetje dingen bij kwamen die ik een beetje nagedaan vond. Frank en Rogier namen eigenlijk altijd wat lekkers mee voor de mensen waar ze op bezoek gingen. Hun deden dat ook ineens. En toen dacht ik van ja, of het programma heeft gezegd jullie moeten dit ook doen. Of je doet het uit jezelf. En echt waar, ik vind het heel lief als mensen dat doen. Iets meenemen als je bij iemand op bezoek komt. Maar dit komt wel heel erg hetzelfde over. Een beetje nagedaan van Frank en Rogier. Dus ik ben er nog niet van overtuigd, moet ik zeggen. Misschien dat ik het nog een kans moet geven. Maar ik heb de reacties gelezen. En heel veel mensen vonden dit eigenlijk gewoon ook niet echt heel geweldig. Die misten toch echt wel Frank en Rogier. En dat had ik ook. Ik heb Phoenix gekeken. Ik heb Rex gekeken. Ik heb de foto's verder bewerkt voor het artikel die ook online staat. De vlog is ingepland. Dus verder was het wel een prima avondje. Ik ga nu even stofzuigen en de boodschappentassen al halen en schoenen. En dan ga ik wachten tot mijn coach er is. En dan zie ik jullie als ik weer terug ben van het boodschappen doen. Want verder valt er niks te vloggen. Ik heb even de ramen openstaan. Ik had het heel erg warm van sporten gekregen. Het is inmiddels 21,5 graden binnen. Dat is heerlijk. Mijn stem die gaat het een beetje begeven. Dus ik ga eventjes wat doen. En ik zie jullie straks weer als ik terug ben van de boodschappen. Zo, ik ben weer thuis van het boodschappen doen. Ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb best wel veel gehaald. Het waren weer euroweken bij de Boni. En dan heb je toch weer dingen. Oh, dit vind ik handig of dat vind ik handig. Ik heb van bepaalde dingen gewoon graag voorraad. Dus het was eigenlijk allemaal goed. Therapie duurde niet zo heel lang. We hebben even wat zaken kunnen doen. Nou, niet alles is gelukt. Maar we zijn ermee bezig in ieder geval. We hebben even koffie gedronken. Dat was ook alweer een tijdje geleden. Want met corona nam in het begin mijn coach zelf gewoon water mee. Maar nu durft ze toch wel weer aan om een kopje koffie te nemen. En dat is ook wel natuurlijk. Of iemand gewoon. Als iemand ook maar gewoon een beetje schoon op zichzelf is. Is het denk ik ook heel anders. Dus dat. Natalie die heeft een nieuwe challenge met Frank besproken, hoorde ik net. Die gaan zaterdag naar Giethoorn. En als Natalie voor zaterdag 25 abonnees heeft, dan gaat Frank het water in. Ongeacht hoe koud het is. Dus ja, die is daar een beetje mee bezig. Die vroeg, hoe kom ik eigenlijk nog abonnees? Want ze moesten nu nog 4. Ik zeg, ja, I don't know. Weet je, het is ook een beetje de gunfactor. Ik zit nu op 298 abonnees. Daar ben ik super blij mee. Ik hoef er nog 2 en dan heb ik mijn abonnees voor dit jaar gehaald. Maar ik blijf er ook bij. Het is ook een beetje gunfactor. Het is niet vanzelfsprekend dat je heel veel abonnees krijgt. Maar ik ben benieuwd of ze het redden. En dan zal ik het wel gaan zien in de video als het lukt. De boodschapjes. Ik heb echt wel heel veel hoor. Het is niet zo'n heel fijn beeld. Daar ben ik me van bewust. Maar het is even niet anders. Ik heb hier boontjes gehaald bij de Boni. En kijk hoe schattig dun deze zijn. Vind ik echt heel fijn. Ik heb bij de Boni heb ik een handdoek gehaald. En dat is deze blauwe. Ze hadden weer handdoeken en theedoeken. Daar heb ik dan ook een blauwe theedoek bij. Heel leuk. Vond ik leuk matchen. En die heb ik dan hetzelfde setje ook in het groen. Dus dat vond ik wel. Oh, dit is trouwens de groene en dit is de blauwe. Ik ben vandaag heel erg warrig, mensen. Maar dit is dan de groene doek. Die waren een eurotje per stuk. Dan heb ik daar ook de chocomel gehad. Bij de Boni kost die dus ook 2,02 euro. Dezelfde prijs als bij de Aldi. Ja, dan hadden ze ook weer de Ajax. En dit is nu met, ja, het is milieubewust gerecycled. Weet ik allemaal niet. Dit is lentebloem. Die waren ook een euro. Ik heb eventjes een luchtverfrisser gehaald. En die ga ik dan in de wc op het plankje zetten. Het lijkt me wel heel erg lekker fris. Spaar maar voor strakjes. Kan weer een helftje van in de vriezer hoor. Want dit eet ik natuurlijk niet helemaal op. En dan heb ik lekker weer wat zwarmen.
De glaceuse was weer een eurotje voor 3 flesjes. Dus ik heb 3 flesjes frambozen gehaald. 2 en 3. Kattenvoer weer eventjes meegenomen. Vind ik ook altijd wel prettig om in huis te hebben. Gewoon op voorraad. Dat hij daar gewoon goedkoop is. En het gaat met de katten vrij goed. Dan heb ik 4 zakjes aardappelschijfjes gehaald. Die waren ook een eurotje. En 2 dozen met bekkersfrikandellen. Want het was 2 voor 5. Dus die heb ik ook gehaald. Dan was ik even bij de Hema. En daar heb ik wat slingers gehaald van mijn verjaardag. Allereerst een folieballon met nummer 2. Het is een beetje holographic stijl. Is wel leuk. En een negentje. Ja, er worden 29. Die waren 1 euro per stuk. En een nieuwe slinger van Happy Birthday. Die was ook 1 euro. Dan was dat die tas. Dan gaan we even door naar de volgende tas. Want daar zit de rest in. Kranten. Wat post zit erin. Even wat dingen eruit halen. Bij de Hema kocht ik dit hele leuke shirtje. Ik zal hem wel eventjes in de kamer laten zien. Ik blijf een beetje heen en weer aan het lopen. Ik heb toch al spierpijn. Deze vond ik zo leuk. En deze was nu 3 euro. En kijk hoe leuk met van die hele kleine dingetjes erop. Heeft een 3/4 mouwtje. Maatje S, 3 euro. Ik vond hem zo leuk. Was wel gek. Ik ging bij de zelfscan. En hij gaf daar 5 euro aan. Toen moest ik even naar de reguliere kassen. Want daar was hij dus gewoon 3 euro. En hij was normaal dus 20 euro. Hoe leuk is het dan om dit te halen? Dus die vond ik heel leuk. Gaan we weer terug naar de tas. Dan heb ik nog een doosje met frikandellen hierin zitten. Maar het kan er allemaal wel uit. Kan ik het zo gelijk opruimen wat opgeruimd kan worden. Nog een flesje gaseuse. Hadden jullie al gezien. Ik heb ook deze Ajax gehaald. Dit is de rode bloemen. Die heb ik nu ook. Die vind ik heel lekker. En ik heb deze geurtje gehaald. En dit is gewoon fris. Werkt tegen alle soorten vuil. Fris en schoon. Heeft verder denk ik geen geurtje. Gaan we meemaken. Ik heb even boter gekocht. De bakken en braden. Schnitzels voor zondag. Ik zie alleen nu dat hier de verpakking open is volgens mij. Ja, er zit een gaatje. Dus die ga ik zo even in een zakje doen. Want anders dan gaan ze al verpulveren. Ik heb er even toiletdoekjes gehaald. Vind ik ook altijd heel fijn om in huis te hebben. Slaapvinkjes zoals elke week eigenlijk. Scheerschuim. Ik kwam er gisteren achter dat ik geen scheerschuim meer had. Nou, dat vond ik me toch een partij raar. Ik dacht echt dat ik nog een hele voorraad had. Maar dat was dus niet. Dus die heb ik even gekocht bij de Lidl. Dan heb ik spekjes. Een colaatje voor zaterdag. Want ik mag zaterdag eten bestellen. Van mijn oma. En dan dacht ik, oh, daar ga ik lekker een echt proper colaatje bij nemen. Dat drink ik echt bijna nooit. Verder heb ik nog eventjes melkjes voor de koffie. Snijboontjes voor maandag. En bij de Plus was dit allemaal 1 plus 1 gratis. Ik heb even de Oye Au Care van André Lon. En daarbij ook de shampoo. Dat is deze. En het laatste wat ik heb gehaald was even bij het kruidvat. En dat is gewoon eventjes een deodorantje. Want die was voor mij, had ik weer aangebroken. En ik vind het altijd wel fijn om op voorraad te hebben. Dus die heb ik ook even gehaald. Dat waren de boodschappen. Ik ga even wat opruimen. Dan ga ik zo even lekker douchen. Ga ik straks eten. Vanavond kijk ik Rowan en Louisa. Het spelletje. En daarna ga ik om 9:30 nog het spelletje kijken. En ik moet eigenlijk nog een aflevering van Smeerders kijken. Misschien dat ik dat ook nog wel even aanzet. Maar dan moet ik even kijken. Want ik vind het ook altijd wel prettig om Hart van Nederland te kijken. Vanavond heb ik Phoenix. En sowieso nog een keer Smeerders. Dus dat wordt mijn avond. Ik moet even foto's bewerken voor morgen. En ja, dat is het eigenlijk. Morgen probeer ik weer meer te vloggen. Ik heb morgen wat dingen op de planning staan die ik wil doen. Vertel ik jullie morgen even wat meer over. En dan ga ik nu gewoon eventjes lekker opruimen, douchen en mijn dingen doen. En dan zou ik bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 28 augustus en ik ben klaargemaakt. Ik heb weer lekker rode lippen, dus ik word er blij van. Ik heb ook mijn nagellak verwijderd, want het zag er niet meer uit. De randjes moeten nog zoals je kan zien, maar het was best wel weer een beetje lastig omdat ik die glitters erop had. Ik had geen zin om helemaal te weken, omdat mijn handen best wel droog zijn. Dus ik dacht, ik ga het gewoon vegen. Maar dat was niet helemaal hier van het.
Dus ja, dat is dat. Aan de ene kant, het goede nieuws is dat er al een plekje voor mijn oma is gevonden. Ik vind het allemaal wel heel dubbel. En dat zal voor de mensen die nog dichterbij staan, nog dubbeler zijn in de familie. Maar mijn oom die had vandaag overleg met iemand. En toen was er dus toch ergens een plekje. Hoe en wat weet ik verder ook niet. Oma heeft er zelf gelukkig wel vrede mee. Dus ze vond het zelf ook wel goed. Omdat ze gewoon wist dat het thuis niet langer meer ging. Maar voor hoe lang ze hier mag blijven. En dat weet ik allemaal niet. Volgens mij is het geen vast plekje. Dat is allemaal even afwachten. En ze zitten nu even te appen in de groepsapp. Om het een en het ander eventjes ook te weten. Dus die is daar al heen. Het is best wel snel gegaan. Ik had niet verwacht dat er nu al plek zou zijn eigenlijk. Maar dat was er dus toch. En ja, die is daar nu heen. Dus mijn moeder die is er nog even geweest. Want die mag nu sowieso 2 weken er niet heen. In verband met quarantaine. En het is een beetje lastig. Want het is niet heel makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. Dus we moeten even kijken hoe vaak ze oma dan kan zien. En hoe vaak het ook mag. Want ik weet natuurlijk niet wat de huizen voor regels daarover hebben. Dus dat allemaal even afwachten. Ik ga vanavond even met mijn moeder bellen. En dan zal ik het een en ander meer horen. Ik wil wel even stilstaan bij dit heugelijke moment in mijn YouTube-leven. Mijn doel is bereikt. Yes! Het doel van 2020. Ik heb als doel gesteld aan mezelf elk jaar 100 abonnees. En dat is nu gelukt. Heel blij mee. Dank jullie wel nogmaals. Ik ben er heel blij mee, want ik had het niet verwacht dat het me ooit zou lukken. Dus ja, dat is wel heel fijn. En het is wel, weet je, ik vind het wel leuk dat de tijd die je in YouTube steekt, dat je daar wat voor terugkrijgt in de vorm van abonnees. Ik krijg ook altijd hele lieve reacties van jullie. Sommige van jullie heb ik zelfs ook wel eens contact via Instagram. En dat vind ik ook super leuk. En ja, ik word er gewoon allemaal wel heel blij van. Dus dat is wel weer eventjes een heel leuk puntje vandaag dat ik dat heb bereikt. En we hopen gewoon verder te gaan groeien. Maar ik ben hier al heel blij mee. En ik wil Natalie ook even hartelijk bedanken. Want ik heb een liedje in mijn hoofd. Natalie stuurde een super schattig filmpje met Lent. En ze deden een babydansje. Baby Shake heet dat. Super leuk. Echt geweldig. Je zag Lente genieten. Je zag dat Lente het leuk vond. Ik vraag me soms wel eens af: wat vindt dat meisje niet leuk? Alleen slapen. Dat vindt ze niet zo leuk, dat weet ik. Maar ik hoor nu de hele tijd in mijn hoofd dat Baby Shake liedje. En dan, het is een Engels liedje. En dan zingen ze dat papa gaat met het kindje de Baby Shake doen. Mama doet de Baby Shake. Opa doet de Baby Shake. Oma doet de Baby Shake. En nu hoor ik de hele tijd dat melodietje en dat Baby Shake. Echt. Ik hoop dat het eruit komt. Ik ga straks mijn eigen muziek aanzetten. En hoop ik dat het goed komt. Vandaag op de planning. Ik ga zo even de kattenbak een beetje uitscheppen. Stofzuigen. Ik ga de kapstok even wat vaster draaien. Want die komt een beetje uit de muur gezet. De plug is niet helemaal goed. Dus dat moet ik eventjes fixen. Want het is nu vaak lastig met de trap naar beneden halen. En dan hoop ik ook dat die zo vast zit dat de bakken er weer bovenop kunnen. Want daar heb ik hem tenslotte toen voor gekocht. Gisteravond heb ik gekeken naar Rowan en Louisa. Met het schoonmaken was wel leuk. Daarna heb ik gekeken naar Smeres. Was een hele spannende aflevering. Ik heb gewoon eventjes het spelletje met de VIP-kandidaten gekeken. Ik kijk altijd eventjes Hart van Nederland en Shownieuws. Stukjes Samson nog gezien. En ik heb Phoenix gekeken. En nog een aflevering Smeren. Dus ik heb de foto's bewerkt voor de blogpost voor vanavond. Dus het was eigenlijk een prima avondje. Lekker relaxed. Ik was wel heel moe gisteren. Ja, ook van boodschappen doen en zo. Dus toen ik eenmaal mijn boek had gelezen en in bed lag, was ik ook vrij snel weg. Ik ben ook weer zo'n leuk boek aan het lezen. Het is gewoon echt moeilijk om hem weg te leggen dan. Prima avondje. Was er verder nog iets wat ik moest melden? Nee, weinig.
Ik ben al een beetje bezig geweest met het oude papier opruimen. Ik zal jullie even het een en ander laten zien. Ik begin eventjes in de keuken. De boodschappen die ga ik zo opruimen. Ik had hier een bak, die staat hier. Die gaat weg, want dat vind ik een zooitje. Nu heb ik hier gewoon een zak opgehangen. Hierin een zak waar oud papier in zit. Dus hier doe ik nu al mijn oud papier in. Het is voor jullie niet zichtbaar, want het is donker. Dit is de situatie met de... Kijk, dit komt naar voren. Dus dit moet eventjes... er moet een diepere plug in, denk ik. Die komt ook al een beetje naar voren. Dus hij moet even er helemaal af. Dus ik denk dat ik gewoon nu de boodschappen ga opruimen. En dan eventjes dat klusje ga opklaren. Opknappen. Opklaren. Hoe kom ik nou weer bij het woord opklaren? Ik had gisteren ook de hele dag. Ik kwam niet uit mijn woorden. Ik hoop dat het vandaag beter gaat. Dat ga ik eventjes doen. En daarna ga ik even bullet journalen. En ik hoop nog eventjes wat van de oude papier weg te doen. Maar goed, ik ga een muziekje aanzetten en dan gaan we eerst maar even met die kapstok beginnen. En dan ga ik daarna even de kattenbak uitscheppen en stofzuigen. Vele verbeteringen, hangt een stuk beter. De bakken staan er weer op, hij hangt nu gewoon goed in de muur. Ik ben heel tevreden, blij mee. Het zat al een tijdje mij dwars, dus dat is wel fijn. Dat hangt goed. Het papier is ook helemaal weg in de keuken. We hebben nu een lege plek, dus dan gaan we morgen schuiven en even heel goed stofzuigen en dweilen. Dat is in ieder geval ook weg. En misschien had je het al in de gaten. Ik film met mijn telefoon, want mijn camera is leeg. Kijk, kapot. Ik heb wel even kunnen relaxen met het bullet journalen, maar ik ben voor de rest best wel moe. Ik heb, ben best wel druk geweest dat hebben jullie kunnen zien, met de kapstok. Nederlands, dat gaat me de laatste dagen niet echt lekker af. Ook de fijn dat het oude papier helemaal weg is. Vind ik een goede oplossing. Ik ben er wel heel tevreden over. Dus dat is allemaal fijn. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Ik ben nu al echt zat. Ik had natuurlijk ook weer zware oefeningen vandaag. Dus ik vind het allemaal wel even heel gezegend voor nu. Vanavond ga ik denk ik even verliefd op Cuba. Ik weet het precies de titel niet kijken, want die heb ik opgenomen. Mijn lipstick zit niet zo mooi meer, zien jullie dat? Dus ik denk dat ik die even ga kijken, want er is verder eigenlijk niks wat mij echt interesseert op gewone televisie. Dus ik denk dat ik dat even ga kijken. Ik ga sowieso Phoenix kijken en Smeres. En ik moet de video nog in elkaar zetten. Ik moet nog een blogpost schrijven. Dus dat is allemaal prima. Maar in ieder geval straks zit even lekker douchen en eten en even een beetje bijkomen. Want ik heb het even een beetje gehad. En het zat. Maar wel fijn in ieder geval dat de klusjes die ik wilde doen klaar zijn. Dus dat is altijd wel fijn. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik sta bij deze zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 29 augustus. Ik ben klaargemaakt. En vandaag op de planning staat even de kwasten wassen. En daarna ga ik mijn rek in elkaar bouwen. Misschien nog wat bullet journalen, maar moet ik even kijken hoe het allemaal loopt. En als het dan direct in elkaar zit, kan ik alles even stofzuigen. Want in de keuken moet ik even goed stofzuigen en dweilen. Dus dat staat op de planning. Gisteravond heb ik lekker de film gekeken, Verliefd op Cuba. En die was echt heel erg leuk. Ik vond het echt een hele leuke film. Ik heb er echt van genoten. Er zit ook wel wat humor in en ook wel leuke spelers.
afschrok ik even van Jan Kooijman, die zat erin en die had ineens zijn hoofd helemaal geschoren. Ze hadden allemaal tatoeages op hem gemaakt. Het was heel goed gedaan, maar ja, je kent Jan Kooijman met dat leuke kapsel. Moet ik zeggen dat ik de laatste tijd, ik zag hem de laatste keer in Shownieuws en toen had hij echt best wel lang haar. Toen dacht ik van nee, dat vind ik ook niet leuk. Maar ja, op zich was het echt een superleuke film. Kan ik echt aanraden, je kunt hem gratis terugkijken via NPO Start. Dus mocht je Verliefd op Ibiza heel erg leuk gevonden hebben. Volgens mij is het ook van Jan Nijenhuis deze film. Die maakt echt hele leuke films. Ik vond het echt een aanrader. Daarna heb ik de video in elkaar gezet. Heb ik mijn artikel geschreven. Toen ben ik overgegaan op Phoenix. Ik vind het nog steeds een vage serie. Ik kan niet zeggen dat ik de serie heel erg kan aanraden. Ik wil hem wel uitkijken omdat ik graag wil weten hoe het eindigt. En ik ben er ook al bijna doorheen. Maar het is dan niet dat ik zeg wat een aanrader. Dit moet je gaan kijken. Dan vind ik echt, er stond bij de omschrijving dat je het een beetje kon vergelijken met Undercover. Maar dat vind ik echt een veel betere serie. Dus ja, niet echt geweldig wat dat betreft. Valt me een beetje tegen. Ik heb daarna Smeers gekeken, dat was echt super spannend. Ik heb vanavond de laatste aflevering van seizoen 4 volgens mij. Echt een hele goede serie. Kan ik je ook echt aanraden als je van politie-series houdt en een beetje van humor. Ga het proberen terug te kijken. Als het goed is kan dat ook via NPO Start. Maar ik vind het echt een leuke serie. Verder is eigenlijk weinig nieuws. Ik heb net even wat make-up opgeruimd. Die ik de hele week door een beetje heb gebruikt. Ik kan hem even netjes weggelegd. Omdat ik zo toch de kwasten ga wassen. Voor de rest eigenlijk weinig nieuws. Ik heb gisteren lekker gegeten. Ik heb wel veel rot geslapen. Want ik had weer nachtmerries. En ik werd eigenlijk heel erg moe wakker. Ik was nog vermoeider bijna dan toen ik ging slapen. Dus dat was wel weer even minder. Maar oké, dat hoort er een beetje bij in mijn leven. Kan ik niet zo heel veel aan veranderen. Maar goed, ik ga nu de kwasten wassen. En daarna ga ik bouwen. Ik ga even shampoo boven halen. Baby shampoo. En eventjes vast de sproef draaien. En zet ik jullie bij het in elkaar zetten van het rek er even bij. Dus dat is even de planning. Zo, dit is hem dan. De kast waar alles op staat. Die hoes heb ik er dus gewoon omheen gekocht. Die heb ik er gewoon mee. En hier zit alles op. Dus dat kan eigenlijk prima. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik kan het niet echt heel lekker zichtbaar in beeld brengen. Maar ik vind het heel erg mooi. Ik ga zo even lekker douchen. Eventjes nagelak van de tenen ophalen. En daarna ga ik even lekker eten bestellen. En straks even lekker eten als het is bezorgd. En dan vanavond kijk ik Kauw van Holland. En daarna heb je Chateau Meiland een soort compilatie, het beste van. Dus dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Misschien dat ik vanavond nog even wat aan de vlog ga doen. Moet ik even kijken. En voor de rest ga ik gewoon Phoenix kijken en weer Smeres. Kijk, ze ligt hier heel lief te slapen. Super schattig. Dus dat is verder mijn avond, niet heel bijzonder. Dus ik ga nu eerst maar eventjes lekker douchen, want
Ja, dat is wel eventjes prettig. Want dan, ja, ik heb een beetje kop en dan kan mijn make-up eraf. En dan kan ik even mijn teennagels, die mijn lak verwijderen. En dan is alles ook alweer een beetje klaar. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 30 augustus. Ik zit even lekker op de bank in mijn onesie. Muis is er ook gezellig. Ik heb gisteravond heerlijk gegeten. Ik had eten besteld. Het zou door verlating best wel laat aankomen. Maar ze waren er eigenlijk al een stuk eerder. Dus dat was eigenlijk heel erg fijn. Dus daar heb ik van genoten. Toen heb ik wel even afgewassen. Ik had eigenlijk niet zo heel veel zin. Want ik zat heel erg vol. Maar ik heb het toch maar even gedaan. Want het was eigenlijk niet veel. Ja, ik had nu alleen een bordje. En ja, nog wat dingen. Ik moet even mijn bril schoonmaken. En dan kom ik bij jullie terug. Er zat een druppel op mijn bril. Dat voelde niet zo heel fijn aan. Maar goed, ik was bij de afwas. Ik had dus eigenlijk alleen een bordje en een paar mokjes. En een bakje van de kwast te wassen. Dus het was niet veel. Dus ja, weet je. Het was ook eigenlijk ook zo gepiept. En dat voelde daarna wel weer fijn. Toen heb ik even Hou van Holland gekeken. Dat was even wennen. Want het was nu anders als normaal. Het is opgenomen tijdens corona. Dus wat hebben ze nu gedaan? De teamcaptains die mogen allebei 2 gasten uitnodigen. Voorheen waren dat 3 gasten. En ze hebben ook geen publiek. Maar ze spelen met een gezin die dus niet de 1,5 meter hoeven te waarborgen. Dus en na elke ronde welke groep won, zeg maar. Dat gezin dat kreeg de prijs. Robotstofzuiger, een spellenpakket. Zoveel kilo kaas. Kussens. Dus dat waren dan de prijzen. Was leuk. Ze werken ook veel met handschoentjes. Je ziet ook nu dat ze hebben een spelletje. Dan moeten ze kazen leggen. En dan hebben ze een plaat van Nederland op de vloer. En dan moeten ze de plaats raden. En dan moeten ze die daarna op de kaart aanwijzen met een kaas. En dan hebben ze dus een stok en daar moeten ze dus mee gaan schuiven. Er mocht ook maar 1 iemand die stok bedienen. Dus dat was op zich wel prima. Elk team had een eigen stok. Klinkt dat Nederlands? Ik weet het even niet. Weet je, op zich was dat goed te doen. En met het verjaardagsspel hadden ze handschoentjes aan. En met het rad hadden ze handschoentjes aan. En Jeroen die draaide echt alles kwijt. Die had kunnen winnen, maar hij draaide op laatst alles kwijt. Het is hem nog nooit gebeurd, maar het gebeurde. Dus het team van Leo die had gewonnen. Maar het was wel leuk om te kijken. Daarna heb ik even naar Chateau Meiland gekeken. Dat was dan het beste van. Zag je een beetje ook vanaf het begin. En ik heb dat nooit gezien, dus op zich was dat wel leuk. En ja. Ik heb al aan de vlog gewerkt. En ik heb Phoenix gekeken en ik heb Smeris gekeken. Was echt heel spannend, die laatste aflevering. Ja, ik moet nu nog 3 afleveringen van seizoen 5 en dan ben ik door Smeris heen. Ik weet niet of die nog worden uitgezonden, maar die heb ik sowieso nog op de recorder staan. Want die heb ik toen opgenomen. Dus dat was begin van het jaar, volgens mij januari of zo, dat ze daar zijn begonnen. Maar waarom er maar 3 afleveringen zijn, dat weet ik niet. Dus op zich een prima avondje gehad. Vandaag ook weinig op de planning. Ik ga gewoon eventjes stofzuigen. De kattenbakken weer even scheppen. Sorry hoor. En even foto's maken. Dat is het ook wel. Ik slaap nu weer zonder de ventilatoren. Omdat het nu niet meer warm is. En als ik de ventilatoren aan heb met slapen. Dan merk ik heel weinig van de nachtmerries. Maar zonder ventilatoren dan krijg ik ze veel meer mee. Ik weet niet precies wat dat is. Dus vandaar dat ik nu ook best wel een beetje gaar ben weer. Omdat ik dus weer die nachtmerries had. Dus vandaar dat ik steeds zit te rapen. Niet echt bewoordelijk. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dus ja, ik heb weer even mijn sportoefening gedaan. En nu heb ik lekker mijn onesie aan. Die dus niet heel flatteus is. Maar het boeit niet, want het is lekker zondag. Het regent. Het is echt heel nat weer. Ik vind het gezellig. Dus ja, ik vind het wel heerlijk. Mijn teennagels zijn ook gedaan. Mijn vingernagels die moeten nog. Maar dat komt vanavond wel. Dus verder eigenlijk niet heel veel te vermelden. Ja, eigenlijk gaat alles wel redelijk. Mijn oma die heeft het ook wel naar de zin, gelukkig.
Naar de zin. Ze is in ieder geval getest op corona. Ze heeft geen corona. En toen de eerste dag toen ze daar was, toen moesten ze echt met pakken. Mijn oom noemde het alien pakken, maar echt helemaal bedekt. En met maskers en zo moesten ze mijn oma komen helpen. Dat hadden ze ook wel gezegd, want dan moet hij niet schrikken, want dan zijn we helemaal bepakt. Maar nu had ze een coronatest gehad en nu hoeft ze die pakken niet meer aan. Dus dat was wel fijn. Ik denk voor alle partijen wel. Ik denk zowel voor de mensen die daar werken als voor mijn oma zelf. Want het lijkt me best wel een beetje een enge gezicht als iemand in zo'n heel verpakt binnenkomt. Maar... nee, ze zat ook weer op de stoel, dus dat was wel een heel positief punt. En tot 7 september mag ze dan geen bezoek. En dan hebben ze 8 september hebben ze een gesprek, hoe en wat. Dus dat is allemaal gewoon afwachten. Dus, Maisie heeft met helemaal mijn gezicht weer gewassen. Oh, het is verschrikkelijk. Het geluid zonder. Het is altijd wel heel lekker als jij was, want jij kan heel goed wassen. Dat vinden de andere vriendjes ook, hè? Muis! Ga je gedag zeggen? Je oogje even doen. Dus ik ga maar even stofzuigen. Dan ga ik zo even spullen pakken voor de foto's. En dan ga ik maar even wat doen. Ik ga even mijn wasje opvouwen, want die hangt er nog. Maar ik ga hier verder nergens bij zitten vandaag, want het is zondag en het is saai. Dus ik ga even wat doen. Zo, de was is weer zo goed als weg. Ik heb het allemaal al in de kast. Daar hangt hier en daar nog wel wat. Maar dat kan ik even niet kwijt. Dus dan laat ik me even hangen. De fotodingetjes die ik ga doen. Ik heb hier 3 eyebrow gelletjes van. Zal ik eventjes de prijzen eraf halen. Get It Girl. Dit is de Brow Charmer. Tame to Beast eyebrow gel dus. Dit is een transparante versie. Ik heb een dark brown. En een light brown. Dan heb ik 3 oogschaduwpaletjes van Soda. Die heb ik hier. Die ga ik fotograferen. Hashtag Make It Slay. En hier zitten dan Colorful Love, All You Want, Creativity. Ik kom hier niet uit mijn woorden. Dit zijn dus 3 oogschaduwpaletjes. En dan heb ik nog een aantal lipglossjes. Van Lottie London. Dit zijn de Supercharged Gloss All tintjes. Dit is... staat er ook een kleurtje op? Zou wel handig zijn. Nee, zie ik niet. Ik heb een beetje een oranje versie. Een hele donkerroze. Die vind ik heel mooi. Een beetje een nude tintje. Een paarse. Nog een lichte roze kleurtje. En een transparante. Dus ik ga hier eventjes foto's van maken. Muziekje aan en dan ga ik eventjes dat doen. En dan heb ik toch best wel heel veel gedaan. En hij heeft een beetje moeite met scherpstellen. Oh, daar ben ik weer. Dus ja, toch wel eventjes fijn dat de was ook alweer weg is. Want daar word ik ook weer wel blij van. Dat dingetje kan weer terug over de wasmachine. Dat wil ik nog even doen. En dan vind ik het wel weer eventjes goed. Dus even aan de gang. Hoewel mijn dag positief begon, is hij net wat slechter geworden. Foto's maken was echt een drama. De camera herkende de flitser niet. Blijkbaar zat hij er niet helemaal goed op. Toen heb ik aan wat instellingen lopen prutsen. En nu heeft hij instellingen waar ik helemaal niks mee kan. En ik moet hem dus nu naar zijn fabrieksinstellingen terugzetten. Dus daar moet ik vanavond even naar kijken. Want het fotograferen met de spiegelreflex wou gewoon niet. En ik heb het nu met de vlogcamera gedaan. Maar daar ben ik gewoon een stuk minder tevreden over. Omdat het scherpstellen gaat lekker. Maar de kwaliteit vind ik vaak... van de foto's vind ik iets te donker. Dan moet ik weer helemaal naar de kijken hoe die dan met lichtmeting en zo. En dat is met de spiegelreflex gewoon wat makkelijker. Omdat je echt heel erg kan spelen met de licht en het ISO. Het licht en de ISO en ja, dat soort dingen. Dus ik heb er even flink de P in. Ik ben er echt een uur mee bezig geweest. En normaal ben ik er veel korter mee bezig. En het was ook niet echt, waren ook niet echt hele relatief moeilijke foto's. En normaal kan ik er ook echt van genieten van foto's maken. Maar vandaag even niet. Ik had op een gegeven moment zoiets van, ik ben zo vroeg met alles. Ik kan misschien nog eventjes mijn administratie in mijn map doen. Maar dat ging allemaal niet meer, want het wou gewoon even allemaal niet. Dus ik was er ook even goed klaar mee. Dus ik hoop dat die foto's toch nog een beetje goed zijn. Dat ik ze wat kan oplichten op de computer. Anders moet volgende week alles opnieuw. Ja. Dus, maar ik moet eventjes naar die instellingen gaan kijken. Maar ik was er nu zo gruwelijk klaar mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen.
En dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je weet ik veel. En dat vind ik wel heel leuk. Dat ga ik meespelen. Dus ik hoop dat ik ook daar wat van weet. Want als dat ook weer zo'n drama gaat, daar kan je soms ook een beetje kriegelig van worden. Ook al is het gewoon kennis. Het is een spelletje. Je hoeft er niet boos om te worden. Maar soms... Maar goed, ik heb daar wel zin in. Ik heb nu eventjes... ik had ook best wel plastic, want heel veel... Dat is ook zo'n drama. Die lipglossjes. Mickey! Ik doe eerst even de trap omhoog, want Mickey is nu nog beneden. Die lipglossjes die zitten verpakt in plastic. En op zich is dat, niet, is dat heel fijn. Want je weet dat je een ongebruikt exemplaar hebt. Alleen dat plastic dat wil er bijna niet af. Het is zo strak. Dan krijg je er zo moeilijk af. En omdat het echt een tubetje is, kan je ook niet te hard knijpen. Want dan knijp je die hele tube straks kapot. Dus daar was ik al een poos mee bezig. Dus het is gewoon allemaal. Het was even niet mijn middag. Dat heb ik wel begrepen in ieder geval. Maar goed, nadat ik weekveel heb gekeken, ga ik eventjes van Rotlos kijken. Die had ik opgenomen. Ik ga vanavond even met de foto's aan de gang voor het artikel van morgen. Ik ga Phoenix kijken en ik ga Rex kijken. Dus dat wordt verder mijn avond niet heel bijzonder. Straks is lekker douchen en eten. En dan ga ik lekker in mijn onesie op de bank. Want ik ben er gewoon even klaar mee. Maar goed. Ik ga jullie morgen in ieder geval weer zien. We gaan morgen weer met een positieve vibe verder. Maar voor nu was het gewoon eventjes een rot einde. Ik ga vanavond trouwens ook even mijn nagels mooi maken weer met lak. Dus ja, ik zou zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 31 augustus. Ik ben klaargemaakt. En we beginnen weer met een positieve dag. Gisteren was ik natuurlijk een beetje negatief. Ik merkte dat het niet helemaal mijn dag was. En ik ben gisteravond ook nog eventjes gaan zitten met de camera. Ik heb hem even gereset. En daarna kon hij weer gewoon foto's maken. En ja, hij stond gewoon weer even op de instellingen als toen ik hem kocht, zeg maar. Dus dat was wel heel prettig. Kom, tijger. Kom. Dus dat gaf wel een fijn gevoel. Want ik blijf daar heel erg in hangen. In dat gevoel van, oh, mijn foto's zijn niet goed gegaan. Ik word er niet blij van. En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon even wat aan die camera gaan doen. En dat is gelukt. Ik weet wel dat de foto's dus volgende week zondag opnieuw moeten. Tenzij ik van de week nog eventjes plek over heb. Dat ik denk van, oh, ik kan het nu even doen. Maar ik denk dat ik het gewoon volgende week doe. Want dan heb ik toch alles er al op staan. Althans, dan heb ik mijn hele setting neergezet van de studio. En ja, dat vind ik gewoon wat makkelijker. Maar dat was fijn. Verder is er net positief nieuws binnengekomen omtrent mijn oma. Ik had gisteren al verteld dat ze geen corona had. En nu mag ze dus weer bezoek ontvangen. Het zou eigenlijk 10 dagen quarantaine zijn. Die quarantaine zou tot volgende week maandag 7 september duren. Maar ze mocht nu dus gewoon weer op bezoek ontvangen. Weliswaar alleen van mijn moeder, oom en tante. Maar ze mag in ieder geval weer mensen zien. 3 keer per week, 1 op 1. Dus er mag maar 1 persoon naar binnen. Ze moet een afspraak maken. Maar dat is voor alle partijen toch wel weer een positief puntje. Ik denk misschien voor de kleinkinderen dat het jammer is. Voor degene die hadden willen gaan en kunnen gaan, dat dat niet kan. Maar had ik ook niet verwacht. En ja, het is gewoon een hele bizarre tijd natuurlijk. We zitten allemaal in corona. En ik denk dat het voor de oudere mensen misschien nog wel een tikje erger is. Ook omdat ze vaak al een heleboel hebben meegemaakt. Niet dat het voor andere mensen niet echt erg is, maar vaak hebben oudere mensen en al oorlog meegemaakt en dan nog weer dit erbij, weet je. Je kunt het niet vergelijken natuurlijk, hè, corona en oorlog, maar ik heb er ook wel eens op televisie gehoord dat mensen dat toch wel zeiden van, dat is toch wel heftig omdat ze al veel hebben meegemaakt en daar kan ik me wel in vinden. Dat was een positief puntje. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn weer lekker rood. Ik heb dit kleurtje gebruikt van Rimmel. Deze kleur heet 041 Darling Dahlia. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Ik had een 7. Ik was helemaal trots op mezelf. Ik vond het zo goed van mezelf. Ja, het is gewoon basiskennis en soms dingen gokken. Maar weet je, ik vond het gewoon heel leuk. Ik was heel blij. Dat maakte mijn dag gelijk weer een stuk beter. Het was wel jammer. De app werkte niet helemaal lekker. Mijn moeder wilde het ook heel graag spelen. We merkten allebei al, de app die maakte geen verbinding met de televisie. Dus het geluid synchroniseerde hij niet. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment ook van, nou ja,
Hij loopt niet gelijk. Bij haar liepen de vragen voor. Dan kreeg je een foto te zien en dan moest zij de vragen al beantwoorden. Mijn moeder was ermee gestopt. Toen kwam er op een gegeven moment ook een balkje in beeld van: we hebben problemen met de app. We hopen dit, proberen dit op te lossen. Bij mij liep hij, ondanks dat hij dus niet met de televisie gesynchroniseerd was, wel gelijk. Dus ik had daarin wel geluk, maar het was wel jammer. Dus mijn moeder kon verder niet meespelen. Die was er ook klaar met iets wat anders gaan kijken. Die had zoiets van: vind ik er niks aan. En dat snap ik ook wel. Maar ik merkte altijd bij die eerste aflevering, dingen met een app, dat op een of andere manier, de eerste aflevering, dat hebben ze niet goed voor elkaar. En dan draait het programma al zulke jaren, op een of andere manier gaat het niet lekker. Maar oké, daarna heb ik van God losgekeken, ik heb de foto's bewerkt, ik heb Rex gekeken en ik heb Phoenix gekeken. Ik heb vanavond de laatste uitzending, maar ik ga er verder ook maar geen woorden meer aan vuil maken. Want ik heb eigenlijk al gezegd dat ik het niet echt een hele fantastische serie vind. Maar als het goed is, begint een deze dagen volgens mij Undercover. Dus daar heb ik wel zin in. Weliswaar één aflevering per week, maar ja, het is niet anders. Je wilt liefst gewoon doorkijken, hè? Maar ja, dat gaat niet. Dat was allemaal best wel positief. Uiteindelijk toch een positieve avond gehad. Ondanks dat het overdag even niet zo lekker ging. Ik wist ook ineens weer waarom ik van zaterdag op zondag slecht had geslapen. En dat kwam. Er waren hier wat hangjongeren. Kijk, daar gaan we alweer. Coronaregels. Volgens mij heeft Rutte in de laatste persconferentie gezegd dat jongeren eigenlijk een avondklok hebben. Maar hij heeft er ook geen leeftijd bij gezegd. Dus dat is een beetje lastig. Maar daar kan ik me iets van herinneren. In ieder geval, die waren eerst hier vooraan te hangen. En lieten een motor stationair draaien. Dus het was een scooter of een brommer, dat weet ik niet. Maar later gingen ze naar achter. En aangezien ik achter slaap, ik kon niet slapen omdat dat motortje dus constant draaide. En ik constant stemmen hoor. Ik slaap niet met achtergrondgeluid. Ik kan dat niet. Ik moet echt doodse stilte hebben. Ik slaap ook altijd met zo'n oogmasker op. Dat is trouwens niet bevorderlijk als je een partner hebt hoor. Want ik heb dat in het verleden heb ik dat wel eens meegemaakt. Toen ik nog een partner had. Dan werd ik een keertje wakker en dan had ik bijvoorbeeld hoofdpijn. Toen sliep ik nog niet standaard met dat oogmasker op. En dan had ik dat oogmasker opgedaan omdat ik dus... ja, het is eigenlijk best wel grappig. Hoofdpijn had en ik heb zo'n oogmasker met oogjes. Dus als je dan de volgende dag, als diegene dan naast je wakker werd, die schrok zich helemaal gek. Die schrik me helemaal gek, weet je wel. Van... dat ik dat oogmasker op had. Ja, sorry, maar dat slaat gewoon niet lekker. Dus die heb ik nu. Sinds ik alleen ben, draag ik hem continu. Want ja, ik heb hem met lekker voor mezelf. Er is niemand die tegen me zegt: ik schrik me rot van jouw oogmasker. Dus dat is wel weer positief. Maar ik slaap dus heel slecht met achtergrondgeluid en lichten en zo. Ik moet echt donkerheid en stilte hebben. Goed, nu op de planning. Ik ga even stofzuigen. Ik ga even de bakker uitscheppen van de katten. Want ik merk toch, als ik gewoon even elke dag de drolletjes eruit schep, dat het eigenlijk gewoon beter gaat. Morgen zijn ze weer met de grote beurt. Dat is prima. Ga ik even stofzuigen. Dan ga ik daarna een video voor jullie opnemen. En daarna ga ik nog even bullet journalen. Dus ik ga eventjes wat doen. En dan zet ik jullie bij het bullet journalen nog wel eventjes bij. En het eigenlijk die wordt hier wild. Dus we gaan wat doen. Zo, de video staat er al op. Dat ging eigenlijk allemaal vrij soepeltjes. Maar dat is ook wel prettig, vind ik altijd. Ik ruim nu eventjes intussen een beetje de spullen op. Dan ga ik zo even wat drinken en dan ga ik even bullet journalen. Dan kunnen wat spullen naar boven. Maar dat kan ik ook van de week wel even doen. Want ik moet eigenlijk niet meer te veel op één dag willen doen met sjouwen. Want ik heb nog steeds last van mijn rug. En dat komt nu natuurlijk ook weer. Want ik heb natuurlijk straks ook weer de sportoefeningen gedaan. Maar het ging allemaal vrij vlotjes. Dus weet je, dat vind ik ook wel fijn. Ik kreeg net een appje binnen van Nathalie. Was zo schattig. Ik kreeg echt zo'n schattige foto. Nathalie had voor lente een Elmo gekocht. En ze vond Cookie Monster ook heel leuk. Maar ze had Elmo gedaan. En ze had hem eerst gewoon bij lente neergelegd. En nu had ze hem in haar handje gedrukt. En toen sloeg ze de andere armpje eromheen. Hoe schattig. Ja, echt leuk. Dat ze dat toch al wel ook meer kan vasthouden. En ja, weet je, Elmo is natuurlijk ook super kleurrijk. Ik kom ons rood, bloed, die blauw. Maar ja, ik denk dat Elmo ook wel het leukste is. Ik ga eventjes de camera spullen opruimen. Want dat is nu allemaal klaar. En dan wat drinken. En dan ga ik eventjes kunnen journalen. Oh. Want ja... het is nog lekker vroeg, dus we kunnen nog even wat doen. Dus dat ga ik even doen.
Zo, alles is weer klaar. Ik heb even opgeruimd. De katjes hebben net lekker gegeten. Dus die zitten nog even na te smikkelen. Eigenlijk een prima dag. Ik heb alleen een beetje hoofdpijn. Ik heb nog wat veranderd in de keuken. En dan krijg ik al een soort van sneak peek van de video. Want kijk, ik heb nu hier mijn koffiehoekje gemaakt. Met de cups. En ja, die is altijd wel heel belangrijk. Die moet blijven staan. En dan heb ik hier nu het kattenvoer staan. Dus ik denk dat dat een prima oplossing is voor nu. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Want zoals ik al zei, ik heb een beetje hoofdpijn. Toch een beetje druk geweest misschien. Ik had even een handwasje aangezet. Ik heb hier nog twee witte dingen die even in de handwas moeten. Ik durf toch de handwas momenteel niet bij elkaar te doen. En dat komt omdat ik toen dat bij de Primark heb gedaan, toen zijn die dingen heel erg gaan afgeven. Dus dat durf ik niet zo goed meer. Dus ik probeer het wel te scheiden. Vanavond, ja, GTSD begint weer. Het is weer het nieuwe seizoen. Dus, nou ja, ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Ik heb niet hele hoge verwachtingen, maar we gaan het gewoon zien. Daarna kijk ik voor hetzelfde geld. Ik neem Chateau Meiland op. En voor hetzelfde geld ga ik Chateau Meiland kijken. Daar heb ik ook wel zin in. Ja, gewoon weer even lekker gewoon relaxed genieten van hun dingen die ze doen. Ja, ik heb daar zin in. Verder moet ik nog even het artikel schrijven. Ik moet nog eventjes wat foto's bewerken voor een artikel van morgen. Want ik wil dat artikel schrijven voor die ultsokken. Ik kijk de laatste Phoenix. Ik heb Rex. Ik ga straks lekker koken. Het wordt eigenlijk een basic avondje. Maar voor mij is dat prima. Ik word er blij van. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want mijn hoofd, dat is niet zo fijn. Ik weet nog niet of ik een aspirine wil nemen. Misschien wel. Ik het wel even ga doen. En dan ja, zou ik gewoon bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 1 september. Ik ben klaargemaakt en ik ben over een week alweer jarig. Hoe bizar. Ik geniet van mijn laatste weekje als 28-jarige. Echt waar. Het gaat zo bizar hard, het is niet normaal. Maar ik vind het ook alweer een leuke tijd omdat je weer naar het koudere weer gaat. Je gaat weer een beetje de herfst in. Ik hou daarvan. Lekker weer de winterkleding. Ja, ik vind dat heerlijk. Gisteravond heb ik lekker een televisieavondje gehouden, had ik natuurlijk al verteld. Ik heb GTSD gekeken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet zo gemist. Voorheen, als er een cliffhanger was, en die hadden we dit jaar natuurlijk niet. Let niet op mijn ogen, die gaan nu weer tranen. Dat is echt weer heel vervelend. Dan kon ik echt naartoe leven naar het moment. Dan was het gewoon echt van, oh, ik moet nog zo lang wachten tot ik eigenlijk weet wat er gaat gebeuren. En ja, dat had je nu gewoon niet. He, want nu eindigt het met een aflevering die in feite gewoon op maandag weer verder zou moeten gaan. En dat was natuurlijk ook de insteek, maar door corona kon dat niet. Maar ik weet nog, de cliffhanger van een paar jaar geleden, misschien weten de kijkers die, of de mensen die mij volgen, die ook GTS te kijken, de cliffhanger nog wel van een paar jaar geleden met de parachutesprong. Je zat zo in spanning en toen kwam er op een gegeven moment kwam er een app van GTSD en dan kon je elke keer die app kon je spelen. Het was geloof ik 3 keer in de week, ik geloof op maandag, woensdag en vrijdag. En dan elke keer ontgrendelde je weer iemand die dus het overleefd had. Omdat je wist dat er iemand dood ging en dat was gewoon zo spannend en je vond het gewoon zo, daar leefde je zo naartoe. En op een gegeven moment hield je dan 2 mensen over en je wist, 1 van die 2 die zal het niet overleven. Maar ja, ik miste nu gewoon wel een beetje die spanning. Kan natuurlijk nog komen, hè? We zijn pas 1 aflevering verder, maar ik denk ook wel omdat RTL het heel goed heeft opgepakt door met het spelletje, ik weet er alles van, weer terug te komen. Dat het echt een hele goede zet was, want ik heb GTSD gewoon echt niet echt gemist. Dat is wel heel vaak het woordje echt. Maar goed, anyway. Ik heb daarna gekeken naar voor hetzelfde geld. Het was een leuke uitzending. Uiteindelijk kwamen die mensen erachter dat ze helemaal niet wilden verhuizen. Dat ze eigenlijk goed zaten waar ze zaten. Het enige wat ik gek vond is dat vader en moeder niet bij elkaar sliepen. Ze hadden allebei een aparte slaapkamer. Wat de precieze reden daarachter was, dat weet ik niet. Maar goed, ieder zijn ding. En daarna ben ik doorgegaan naar Meiland. En ik heb daarvan genoten. Ik heb weer gelachen. Het was gewoon echt heel leuk. Ja, mensen die er niks mee hebben, die zullen het niet begrijpen. Maar gewoon, ik vond het toch, ik heb ervan genoten. Laatste aflevering Phoenix gekeken.
rechts gekeken. Daarna, intussen heb ik ook nog mijn artikel online gezet. De foto's bewerkt voor het artikeltje voor vanavond voor de eeltsokken. Dus een prima avond. Lekker productief geweest. En ook lekker genoten van de televisie. Dus dat was heel erg fijn. Vanavond is er weer persconferentie. Had ik al een beetje verwacht. Het is weer 2 weken geleden. Dus ik had al verwachtingen van een persconferentie. Maar ik weet niet wat er bekendgemaakt zou worden. Dus ja, we gaan het gewoon weer afwachten. Nu ga ik zo meteen de kattenbakken lekker doen. Ik ga de gang weer even helemaal doen. En de douche. Dus dat staat nu op de planning. Het is de week van de grote schoonmaak. Dus ik ben weer wat meer bezig. Maar dat geeft niet. Ik vind het ook wel weer lekker. Eventjes de vuilniszak van het kattengrit kan dan naar de kliko. Dus ja, op zich gewoon even lekker aan de gang. Ik heb wel weer een jurkje aan. En ik heb een maillot aan. En er zitten dus voetjes aan. Dat is wel een beetje lastig met dweilen. Want dan krijg ik natte voetjes. Dus misschien moet ik toch even iets pakken dat ik geen natte voeten krijg. Maar ja, we worden het sloffen. En of ik nu al in sloffen wil lopen, dat weet ik ook niet. Ik heb eigenlijk net naar boven gedaan, maar ik kwam met 33 graden. Goed, we gaan gewoon wat doen, want het is alweer wat later. Het liep allemaal even iets anders dan ik had gepland. Maar geeft niet. Ik ga even wat doen en ik ga jullie bij de douche gewoon bijzetten. Andere dingen is altijd wat lastig, maar we gaan gewoon eens eventjes aan de gang. Zo, ik ben klaar met alles. Ik ben het wel zat. Het was veel. Maar ik heb in de douche nu een bak. Waarin ik dus nu de spulletjes heb zitten. Een stukje beter vind ik. Dus dat staat netjes. Die moet nog een keer vervangen. Dus zo wordt het allemaal weer wat beter. Alles is klaar. De groente is afgehaald. Dus ik vind het dikke prima. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten koken. Dan even de persconferentie kijken. Vanavond kijk ik het nieuwe programma van Frank en Rogier naar GTST. Ik ben wel benieuwd. En je hebt ook een programma, iets met erfgenamen. Dat lijkt me ook wel heel interessant. Dan neem ik eventjes dat met die tattoos op. Ik moet echt heel veel terugkijken nu. En ik heb ook weer een vieze bril, zie ik. Want er is net een spatje opgekomen van de boontjes afhalen. Nou goed, ik heb genoeg gedaan. Ik heb ook eventjes dat rekje wat ik van mijn moeder had gehad met die beeldjes, haalde ik elke keer naar binnen. Omdat ik steeds bang ben dat het gestolen wordt. Dat heb ik nu vastgemaakt. Dus nu ga ik het laten staan. Het is ook een beetje een soort van iets in mijn hoofd. Dus ik hoop nu dat die knop om is dat ik het gewoon echt kan gaan laten staan. Verder ga ik een nieuwe Netflix serie uitkiezen. Ik weet nog niet welke. Ik moet even kijken wanneer de cover online komt. En ik heb Rex. Ik moet foto's bewerken voor het artikel van morgen. Ik wil de vlog nog afmaken. En ik moet nog een artikel schrijven voor vanavond. Dus er is nog genoeg te doen. En ik moet eigenlijk nog iets doen. Maar ik weet niet of ik het allemaal ga redden. Maar goed. Ik ga gewoon tussendoor lekker mijn dingen doen. Ik ga bij deze notenweekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook dat belletje aan zetten. Dan krijg jij een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!